Mijn naam is Robert de Jong, ik ben marketingmanager van Looie Tomaten en we zijn op ons bedrijf in Naaldwijk. Wij telen een heel bijzonder tomaatje, het lekkerste tomaatje wat er is. En een deel van die tomaten wordt verkocht als honingtomaat en daarmee bouwen we aan een consumentenmerk. Marketing is voor ons heel belangrijk, het is de basis voor ons bedrijf zelfs. Het is een integraal onderdeel van onze hele bedrijfsvoering. Het gaat zelfs zover dat wij het denken in kostprijs min of meer hebben losgelaten en er juist voor gekozen hebben om de opbrengsten te gaan maximaliseren. En dan merk je natuurlijk dat de sky the limit is. Daar is nog zoveel te bereiken. Terwijl in de kostprijs denken praat je uiteindelijk elke keer over fracties natuurlijk die je nog maar kan verbeteren. Nadat we de ambitie hadden uitgesproken om honingtomaten te ontwikkelen, zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben we vooral lang gediscussieerd over hoe honingtomaten eruit moesten zien. We hebben letterlijk met een clubje mensen rond de tafel gezeten om moodboards te maken en allerlei foto's te verzamelen om te kijken hoe het product eruit moest gaan zien. Toen hebben we de conclusie getrokken dat we het een moderne glossy uitstraling wilden geven. Wat uiteindelijk geresulteerd heeft in dat zwarte en dat goud wat je terugziet in de verpakking. En daarna hebben we gediscussieerd over welke markt gaan we nou benaderen. Dus de plaats, de PV Plaats. Dat is uiteindelijk de groentespecialist geworden. En die hebben we benaderd via een rechtstreekse brief. Waarbij elke groenteman van Nederland de mogelijkheid kreeg om 2 dozen gratis te krijgen. Vooruitlopend op de Libelle Zomerweek, waar we het product aan het publiek gingen presenteren. Dat is nu 2 jaar geleden. Inmiddels zijn we ook actief geworden, vooral in sociale media. Facebook, maar vooral Twitter, waar we echt een exploderend aantal volgers hebben. Ik denk dat we binnen 1,5 maand aan de 1000 volgers zitten. En die mensen die krijgen regelmatig recepten met tomaten in het algemeen. Nieuwtjes over honingtomaten, nieuwe ontwikkelingen bij honingtomaten, etc. Daarnaast hebben we best wel fors geïnvesteerd in een hartstikke mooie website. Waar consumenten weer kunnen vinden waar honingtomaten te koop zijn. Prijzen zien we vooral als een middel dat uitdrukking geeft aan de waarde van het product. En dan vooral bij de consument. Dus wij hebben gekozen voor een heel exclusief segment. En de prijs die daarbij hoort is ook een hoge prijs in de winkel. Daar zijn we hartstikke streng in. We gebruiken de prijs nooit als middel om via lagere prijzen eventjes een stuk vraag af te dwingen. De prijs is weken van tevoren bekend en op de lange termijn altijd gelijk. En is dus echt een middel om uit te drukken wat het product waard moet zijn voor een consument. Ja, het brengt best wel investeringen met zich mee. Uiteindelijk ben ik heel de week bezig met marketing samen met een collega. Wij zijn fulltime met marketing bezig. Dat is best wel een forse investering voor een individuele teler. Daarnaast doen wij qua verpakken en qua promotie, daar maken we natuurlijk ook kosten in. En dat zijn gewoon terugkerende kosten die uiteindelijk heel direct zorgen voor een hogere kostprijs. Verdient het zichzelf terug? Ja, in ons geval wel. Ja, de tip die ik zou meegeven is, kijk goed naar het product wat je nu al produceert. Denk na over wat consumenten daarmee doen, waar ze het voor gebruiken, waar ze het nog meer voor zouden kunnen gebruiken. Vertaal dat in de 4 P's, in de marketingmix. Spreek daar regels over af. Hou je heel streng aan die regels. En wij hebben gemerkt dat je houden aan die regels, de investeringen die daar ook bij komen kijken, zichzelf terugbetalen.